Dames en heren, welkom. Zaterdag en zondag doen we het even anders. Naast de tocht door de gemeente hebben we ons weekoverzicht en u kan ook weer de populairste figuur van de week uitkiezen. Maar dat is voor straks. Nu laten we een vliegend oog over de gemeente zweven en het blijft hangen boven Braschaat. Een gemeente die bij het grote publiek vooral bekend is voor zijn residentieel karakter, de grote villa's en het groen. We maakten een tochtje langs de enkele kastelen en parken die de gemeente rijk is. Ook de door iedereen gekende dorpsfiguur ontbreekt niet. Wie vanuit Antwerpen steeds de Bredabaan blijft volgen, komt vanzelf in Braschaat. Eens in het centrum gekomen kan je niet naast het gemeentehuis kijken. Braschaat is gekend voor het mooie groen, de riante villawijken met de gekende brede lanen. Braschaat heeft natuurlijk ook een eigen verleden. Wie dat helemaal van naaldje tot draadje uitpluist is Frans Belles, auteur van verschillende boeken over de geschiedenis van Braschaat. Braschaat is op de allereerste plaats een groene gemeente, maar dan ook tevens een groene woongemeente. Dat wil zeggen dat in al dat groen dat we hebben, en dat is ongeveer 2/3 van zijn totale oppervlakte, daar leven toch nog 36.000 inwoners tussen al dat groen. En die vind je enerzijds in een aantal zuiver residentiële wijken, laten we zeggen de villa-wijken, waar dat Braschaat wel beroemd voor is. Na de Tweede Wereldoorlog werd van overheidswegen de sociale huisvesting aangemoedigd. Braschaat was een van de eerste gemeenten om met die sociale woningbouw te beginnen. In de jaren 50 en 60 werden er in de gemeente dan ook heel wat van die woningen gebouwd. Ten noorden van Braschaat is het militair kamp gelegen. Niet ver van het kamp ligt de Congo, een wijk die haar tot de verbeelding sprekende naam dankt aan het feit dat ze ver van de dorpskern ligt. Vroeger was de Congo een oord van plezier. Daar woonden inderdaad niet veel mensen, daar hebben ook nooit veel mensen gewoond, maar de wijk, of tenminste de hoek daar, de Congo, was wel berucht dus om zijn vele cafés. Er stonden misschien 10 huizen, van de 10 huizen waren er 9 cafés, die nogal wat te doen hadden, omdat ze dus vlak gebouwd waren, vlak bij het kamp. En de militairen toen, die hadden niet de faciliteiten om alle dagen naar huis te gaan, die mochten maar eens 1 keer om de maand naar huis gaan. Dus wat deden die s'avonds? Die gingen, die streken daar neer in de diverse cafés, zowel van Polygon, of Mariette Rijden zegt dat, heet dat nu, maar vroeger sprak men over de Polygon, ene kant. Andere kant aan, dus in die cafés daar op de Congo. En daar zijn heel wat prettige tafereeltjes geweest en er zijn heel wat gebeurtenissen geweest die tot de verbeelding nu nog spreken als men daarover vertelt. Braschaat is tot ver buiten de eigen grenzen bekend om zijn vele recreatiemogelijkheden. Tijdens de warme zomerdagen komen heel wat mensen naar het zwembadencomplex dat terug te vinden is in het gemeentelijk park. Dat park is beslist een van de mooiste die in Antwerpen te vinden zijn. Er staan heel wat oude zeldzame bomen en er zijn prachtige vergezichten. Midden in het park ligt het fraaie kasteel van Braschaat. In 1872 werd een rijke heer burgemeester. Hij heette Armand Reuzens. In datzelfde jaar liet hij ook het kasteel bouwen. Nu is het eigendom van de gemeente die het verhuurt aan een aannemer van feesten en congressen. Even buiten het centrum van Braschaat vinden we kasteel De Mik. Het werd gebouwd op het einde van de 18e eeuw. Rond het kasteel, dat nu in privéhanden is, ligt een voor het publiek toegankelijk park. Wie het park binnenwandelt, kan niet naast de sprookjesachtige toegangspoort kijken. De opdrachtgever daar van de eigenaar, dus van die gronden en van de hoeven ook die daar stonden, dat was dus Henri Stier d'Aartselaar. Die zijn kasteel had in Aartselaar, Kleidaal. Het kasteel bestaat nog altijd in Aartselaar. En die had hier dus ook gronden gekocht, heeft de hoeven laten afbreken en heeft daar dan zijn kasteel, De Mik, op gebouwd. Niet het grootste, maar misschien een van de mooiste kastelen is zeker het Mishagen. Het werd net zoals De Mik op het einde van de 18e eeuw gebouwd. Opdrachtgever was ene Charles de Prouly, een zakenman. Wegens fraude liep de Prouly op een bepaald ogenblik echter tegen de lamp.
Al zijn bezittingen, kasteel Mishagen in Kluis, werden aangeslagen. Dat kasteel Mishagen is dus verkocht op de Vrijdagse Markt, zoals het de gewoonte toen was, bij Palmslag, aan de familie Giot. En die familie Giot die woont nu nog altijd op het kasteel van Mishagen. En dat is dus wel het merkwaardige. Dat is het enige kasteel dat nog door de oorspronkelijke familie dan, uit die tijd, altijd bewoond is geworden. Van al die verhalen uit het verre verleden ligt de doorsnee inwoner van Brasschaat wellicht niet meer wakker. Het leven in de gemeente gaat dag in, dag uit zijn gewone gangetje. Kinderen gaan naar school, mensen doen boodschappen en maken een praatje. De echte Brasschatenaar blijkt ook een Zoetebek te zijn, want al vele decennia lang komen heel wat inwoners bij de zoete inval over de vloer. Een van de weinige echte snoepwinkels die de tand destijds heeft doorstaan. Tussen de meer dan 150 glazen snoeppotten met zuurtoeten, spekken, neuzen, zwarte muizen en nog veel meer van dat lekkers vinden we Flor van den Neden. Hij is zonder meer een van de gekende figuren van Brasschaat. Ook hij heeft natuurlijk zijn kijk op de zaak. Is er al die tijd veel veranderd hier? Ja, er is heel veel veranderd. Op de jaren ik hier gewoon dus, zeggen de banen en veranderd, is meer verkeer gekomen. Het parkeren is slechter geworden voor de mensen, dus ja, en de kameraadschap, ja. Ieder voor zich is het wel in Brasschaat tegenwoordig, dus je hebt natuurlijk wel goede buren en zo, dat gaat in, maar toch vind ik toch, het is meer, het dorp is af, het is meer stads geworden, vind ik. Er wordt gezegd van de Brasschatenaars dat rijke mensen zijn, hè? Klopt dat? Er zijn er misschien rijke bij, maar ik zeg nog altijd, hè, Brasschaat heeft een naam, de Brasschaat heeft een naam aan dikke nekken te zijn. Maar die knijken van mijn schuld, die hebben mijn geld en die van mijn schat zijn krot geworden. Dus. Zou je ooit weg willen uit Brasschaat of ga je hier blijven? Ik kon hier blijven, ik vind Brasschaat gewoon niet uit. Nee. En je moet ook rekenen, de mensen die in Brasschaat geboren zijn, die komen allemaal terug naar Brasschaat. Die een tijd in Brasschaat hebben gewoond, die komen allemaal terug. Als ze de prijzen hebben, de prijzen, maar de huizen zijn al duur hier, als ze kunnen, komen ze terug. Atleten.